Kunt u zichzelf omschrijven wat voor type u bent? Ja, wat voor type ben ik? Ik ben een familiemens wel. Ik denk over het algemeen vrij rustig na over de dingen voordat ik ze doe. Ik hou van muziek. Ja, een beetje een rustig type wel. Wat deed u hiervoor? Daarvoor was ik jurist, eerst bij de rechtbank, 4 jaar advocaat geweest. Daarna weer terug naar de rechtbank, omdat ik dacht dat een rol als rechter mij echt beter zou passen dan een rol als advocaat. En ja, die sollicitatie voor rechterschap lag klaar. En toen kwamen de verkiezingen. En toen kreeg ik de kans om de stad waar ik woon sinds ik 3 ben mee te besturen. En toen zei ik tegen de rechtbank, joh, ik zie je over 4 jaar, misschien 8. U bent opgegroeid in Purmerend. Ja. Heeft u ook de stad in die loop van de tijd zien veranderen? Nou, niet echt. Want ik woon in Purmerend sinds ik 3 ben. Ik ben even weg geweest tijdens het studeren. Toen ik 18 was, ben ik in Amsterdam gaan wonen. Maar ik kwam eigenlijk zo snel als ik kon weer terug. Mm-hmm. En toen ben ik me wel gaan afvragen, waarom is dat dan? Heel veel leeftijdsgenoten blijven in Amsterdam en blijven in de grote stad. En ik wilde zo snel als ik kon weer terug. En toen dacht ik, wat is dat? En ik dacht, ja, weet je, Purmerend is mijn stad. Zo voelt het ook. Mm-hmm. Dat is ook waarom ik toen was ik 23... politiek actief mee geworden, want ik dacht, oké, als dat dan voelt als mijn stad, dan moet ik er ook wat voor doen. Ja. En ik heb Purmerend niet heel erg zien veranderen, want het is een stad waarbij je toch het dorpse gevoel dat je erbij hebt, het thuiskomen, het thuisvoelen, ja, dat is nooit veranderd. U bent ook vader van 2 kinderen. Hoe krijgt u dat allemaal voor elkaar? Want dat is een behoorlijk druk bestaan. Ja, kijk, ik wist natuurlijk vooraf dat je als wethouder, dat is echt heel veel meer dan een gewone fulltime baan. Dus je bent ook veel in het weekend aan het werk bijvoorbeeld en veel in de avonden. Dus ik heb vooraf mezelf een stelregel gegeven. Ik heb gezegd, de kinderen mogen niet weten dat ik in het weekend werk. Dat betekent dat ik al mijn leeswerk voor mijn vergaderingen, ik zit zowel op zaterdag als op zondag, zit ik om 5:30, 6 uur de wekker om mijn stukken te lezen. En als de kinderen dan om 8 uur, 8:30 een keer naar beneden komen, klap ik de iPad dicht en ga ik pas 's avonds als ze liggen te slapen weer verder. En natuurlijk gebeurt het wel eens dat je naar een activiteit moet of wat dan ook, maar dat heb ik vanaf het begin af aan gedaan. Ja, zo hebben de kinderen er zo min mogelijk last van eigenlijk. Ja, en ze weten dat ik een drukke baan heb en ze beginnen ook, zijn 7 en 9 nu, dus ze beginnen ook steeds meer te begrijpen. Zeker nu met de verkiezingen, de borden die ze langs de weg zien, dus daar is papa weer. Ja. Dus ze beginnen het steeds meer te begrijpen, maar dat heb ik wel vooraf echt als stelregel moeten stellen, want je verzuipt vrij snel in het werk. Ja. Stellen ze ook vragen, je kinderen, over wat je doet als wethouder? Ja, want kinderen kunnen op een fantastische manier de dilemma's en de dingen die wij in de politiek en in het bestuur tegenkomen, kunnen ze op een fantastische manier heel klein maken. Ze krijgen natuurlijk heel veel mee van de waarde van natuur. En dan zeg ik, nou, dit is bijvoorbeeld een plek, dan fietsen we er langs. Zeg ik, dit is bijvoorbeeld een plek waar we huis gaan bouwen. Ja, maar daar staat nu een boom en bomen zijn heel belangrijk. Waarom doe je dat dan? Ja. Ik zeg, ja, het zijn ook mensen die een huis nodig hebben. Ja. Hebben die dan gewoon geen huis? Is de boom belangrijker dan het huis of is het huis belangrijker? En dan zien hem nadenken, mijn zoon is echt een dromer, dan zien hem nadenken en dan zegt hij, als het maar niet te veel bomen zijn, vind ik het goed. Dan denk ik, ja, fantastisch. Dat is ook gewoon de uitkomst van een gesprek in de gemeenteraad. Weet je. Ja. Ja. Ja, goed. Nou, daar kom ik straks nog even op terug. U was begin dit jaar verkozen tot de beste bestuurder van Noord-Holland. Stemmers noemden u een jonge wethouder die dingen voor elkaar krijgt. Hoe kijkt u daar zelf naar? Ja, het is natuurlijk een heel mooi compliment voor mij persoonlijk, maar ook voor de rest van het college en de ambtenaren. Want als wethouder krijg je helemaal niks voor elkaar als je het niet samen doet. En ik denk wel dat het heel erg past bij de dynamiek die er op dit moment überhaupt in Purmerend is. Als je door de stad fietst of loopt, je ziet en voelt aan alles dat er veel gebeurt. En dat is, ja, dat is mooi. Ja. Maar goed, daar heb je ook medewerking nodig van anderen. Hoe krijg je het er voor elkaar dat die anderen meewerken? Je bedoelt de omgeving, dus de buurt, of bedoel je ook in de organisatie zelf? In eerste instantie in de organisatie en daarnaast met de buurt. Nou, kijk, in de organisatie is heel duidelijk, je hebt met z'n allen een bepaald doel. Iedereen in Purmerend, of je nou ambtenaar bent of gewoon bewoner, iedereen voelt elke dag weer de woningnood die eigenlijk alleen maar erger wordt. Dus je hebt met elkaar een bepaald doel van, nou, je wil de stad op een leefbare, goede manier woningen daaraan toevoegen, zodat we wat aan die woningnood kunnen doen. Dus dat is het probleem niet. Het wordt wel spannend en logisch ook op het moment dat je met zo'n plan een wijk in komt en zegt, ja, daar waar nu dat schoolgebouwtje staat van 1 laag, zien wij eigenlijk graag een appartementengebouwtje van 3 hoog komen.
dan komen dingen als uitzicht in de tuin, zonlicht, privacy, die komen gewoon in het geding. Ja. Dat is altijd, als er een nieuwe ontwikkeling is, speelt dat. En wat ik daar steeds heb geprobeerd te doen, is zo open mogelijk de afwegingen die daarbij horen, die dilemma's die daarbij horen, gewoon op tafel te leggen en te zeggen, ja, doe belang is van grote waarde. En tegelijkertijd hebben we ook andere belangen die we mee moeten wegen bij de dingen die we doen. Mm-hmm. En ik denk dat dat uiteindelijk helpend is geworden. Mensen zijn dan uiteindelijk nog steeds niet blij met de ontwikkeling die er komen, maar ze zien in ieder geval dat er, nou ja, dat er geluisterd wordt, dat er waarde wordt gehecht aan hun belangen en dat we doen wat we kunnen om die zoveel mogelijk te waarborgen. Ja, ja. En heb je dan nog steeds mensen die niet blij zijn en dan hun hak in het zand blijven zetten? Zeker, zeker. En daar ontkom je ook niet aan. Want in politiek worden keuzes gemaakt. En daar moet je dan voor gaan staan. Als politicus, als wethouder, als ambtenaar. Op een gegeven moment moet je een keuze maken. En keuzes die iedereen tevreden stellen bestaan niet. Nu heeft u de afgelopen jaren al samengewerkt met de PvdA om dingen voor elkaar te krijgen. Kunt u een voorbeeld noemen? Ja, kijk, ik ben namens de Partij van de Arbeid in een college terechtgekomen. En de Partij van de Arbeid zei dat tijdens de vorige verkiezingen was onze slogan niet wachten maar wonen. We hebben één belofte gedaan en dat was wij gaan die strijd met die woningnood aan. Hmm. Dan ga je samenwerken met een aantal andere partijen, dan spreek je dingen af. En ik denk dat we echt boven alle verwachtingen gepresteerd hebben met elkaar. We hebben contracten gesloten voor 5800 woningen, waarvan ruim 2100 sociale huur. Hmm. Maar niet alleen het bouwen van nieuwe woningen, ook maatregelen voor doorstroming, maar ook de leefbaarheid goed in de gedachten gehouden. We hebben geïnvesteerd in het groen onderhoud, weet je. Dus de leefbaarheid, ja. Hoe zie je dat met wonen? Nou kijk, je kan een stedenbouwkundige of een architect zal op een bepaalde plek bijvoorbeeld zeggen van nou, hier is een gebouw met 150 woningen, 12 verdiepingen hoog, past hier mooi. Mm-hmm. Maar ja, weet je, als daar de mensen wonen die dat kan niet overal. Dat kan niet midden in de Purmer-Zuid. Dat kan gewoon omdat mensen een bepaald woonmilieu gewend zijn. Dus de leefbaarheid betekent ook dat je goed aandacht hebt voor de openbare ruimte. Dat als je hogere gebouwen toevoegt, dat die openbare ruimte ook gewoon uitnodigt om doorheen te wandelen en te fietsen. En dat betekent dat er genoeg voorzieningen moeten zijn. Investeren in parken, zodat mensen de rust al kunnen opzoeken. Dus dat vind ik echt bij leefbaarheid horen. Huizen bouwen, je kan niet alleen huizen bouwen, er hoort echt meer bij. Nou, we hadden het al over het spanningsveld, hè, tussen bouwen en groen. Ja. Nu loopt Permanent ook af en toe tegen grenzen aan. Wat voor oplossingen ziet u daar? Nou kijk, ik denk dat je, als we heel veel woningen met elkaar bouwen, en ik denk echt dat, we hebben nu gezegd dat moeten er 10.000 zijn, ik denk dat er meer moeten zijn. En ik denk ook dat dat op een goede manier kan. Als je 7.000 of 8.000, laat ik zeggen, appartementen toevoegt in de bestaande stad, dus dat zijn dingen in het Wageweggebied bij de supermarkten, maar ook in het Waterlandkwartier bij het station tegenover de bibliotheek, daar kan je echt stevige gebouwen neerzetten. Dat past daar ook, dat hoort ook een beetje bij die uitstraling. Als je dat doet, dan moet er daarnaast ook een, dat noemen we grondgebonden, gewoon een gezinswoning met een tuin. Daar moet ook ruimte voor zijn. En die ruimte zien we aan de oostflank van de stad. Dus dat betekent op het golfterrein, wat we de Purmer Zuid-Zuid noemen. Daar heb je echt mogelijkheden om goede, duurzame woningen neer te zetten die ook gewoon tegemoet komen aan een vraag. Ja. Zonder dat je daarbij de daar aanwezige natuur echt aantast. Sterker nog, ik vind dat permabos, dat versterkt en uitgebreid moet worden. Dus ik wil graag dat er gewoon bos toegevoegd wordt, weet je wel. En ik ben er echt van overtuigd dat kan. Ja. Nou, ik denk dat heel veel mensen het Purmerbos een belangrijk gebied vinden om te recreëren. Zeker. Ik fiets daar zelf ook af en toe doorheen. Ja. Had u het over Purmerend Zuid, het zuiddeel daarvan. Ja. Dat gaat dan richting Ilpendam of blijft daar een stuk groen behouden? Ja, oh, zeker, zeker. Ja. Daar kom je echt lang niet in de buurt van Ilpendam. Waar we naar kijken nu is, zeg maar, om de McDonald's en de KFC heen rijdt, dan maak je de bocht en dan ga je rechtsaf de verzetlaan op. Daar aan de rechterkant van zijn weilanden. Mm-hmm. Dat is het deel dat we, zeg maar, Purmer Zuid-Zuid noemen. Ja. En daar zit ook nog een stuk verder, zit daar nog een stuk Purmerbos. En dan heel veel verderop kom je weer in de buurt van Ilpendam. Het gaat dan met name om die weilanden, dat stuk. Ja. En wat ik hoop is dat we de komende tijd met de stad
een gesprek kunnen voeren over hoe kunnen we dat nou het beste doen. Ik zeg altijd, zwart en wit bestaan niet daarin. Dus mensen die zeggen, er mag geen één boom gekapt worden, want dat is altijd een slecht idee. Dan stel ik altijd de vraag, oké, maar wat nou als we één boom kappen en we planten er 10.000 terug en we gaan dat moerasgebied daarachter gaan we verdubbelen. Mm-hmm. Nou, dan is het dus kennelijk toch misschien wel de moeite waard om die ene boom te kappen. Dat is een heel extreem voorbeeld, ja. Maar daarmee probeer ik aan te geven dat het nooit zwart of wit is. Ja. We moeten alleen met elkaar bepalen welke tint grijs wordt het dan. Ja, inderdaad. En nu is nieuwbouw een oplossing, alleen dat is niet de enige oplossing. Nee. Welke oplossingen zijn er dan nog meer? Nou, kijk, ik denk dat je heel goed ook naar de doorstroming moet kijken. Het probleem wat we daarmee hebben, want er zijn ook partijen die zeggen die doorstroming, daar geloof ik niet in. Ik blijf erin geloven als we de goede dingen ook toevoegen. Het idee van doorstroming is dat er altijd een treintje is. Dus als er een huis van 8 ton gekocht wordt door iemand, is er iemand met een huis van 6 ton die stap maakt, 4 ton, 2 ton, zo. Het probleem is dat er een gat is ontstaan. Dus we hebben de sociale huur en daarna is er een enorm gat en daarna komt er een stevige koopmarkt. Ja. Dus we moeten dat gat zien te vullen met blijvend betaalbare woningen. Dus de Partij van de Arbeid zegt ook, wij gaan voor een betaalbaar koopsegment. Mm-hmm. En ook zo met de woningcorporatie samen, zodat het woningen zijn die ook blijvend betaalbaar zijn. Dus dan niet de eerste koper profiteert van een lage prijs en verkoopt hem daarna met alle winst door en steekt hem in zijn zak. Nee, hij moet hem gewoon weer terugverkopen aan de woningcorporatie en die moet hem gewoon weer goedkoop op de markt zetten. Mm-hmm. En zo vullen we het gat. Ja, en die regel die bestaat inmiddels al of moet die nog worden ingevoerd? Nou, we hebben als gemeente met de woningcorporaties afspraken gemaakt dat we zo'n duurzaam betaalbaar koopsegment gaan realiseren. En wij zeggen dus voor de komende periode, ja, daar moeten we volop inzetten. Ja. Waarom moeten kiezers volgens u stemmen op de PvdA Purmerend? Als kiezer wil je meer dan beloften in verkiezingstijd. Je wil resultaten. En dat is ook waarom wij nu in deze campagne heel erg laten zien dat een stem op de Partij van de Arbeid een stem met resultaat betekent. Onze grootste belofte vorige keer was niet wachten maar wonen. En de resultaten ziet iedereen als ze door de stad fietsen. En daarom, onze slogan is niet voor niks veel beloofd, meer gedaan. Ja. Je wil resultaten boeken. En als je op ons stemt, dan krijg je die. En is de samenwerking met andere politieke partijen daarin ook belangrijk? Ja, ik zei het net al, we hebben dat geroepen tijdens de campagne en op een gegeven moment zijn we gaan samenwerken en hebben we afspraken gemaakt. Zonder die partijen, maar ook de andere partijen in de gemeenteraad, kom je er niet. Ja. Dus je moet het altijd samen doen. Ja, en welke partijen ziet u het meest in om samen te werken? Ja, het is natuurlijk heel erg afhankelijk van zo'n verkiezingsuitslag. Hè? Dus op dit moment hebben we gewoon een goede samenwerking in de coalitie en ook binnen het college. Mm-hmm. En er zijn partijen die nu in de oppositie zitten die meer of minder bij je passen vanuit de inhoud. Moeten eerst echt naar de verkiezingsuitslag kijken. Ja. En dan ligt het initiatief bij de grootste partij.